Ja, Erik, je zegt ogenschijnlijk gemakkelijk. Maar ja, daar gaan we zo meteen met Werner Pluim, trainer van Nunspeet, eventjes over praten. Natuurlijk een duidelijke overwinning. 4-0 is ook het maximale wat Nunspeet eruit heeft gehaald. En dat was de na-competitie in ieder geval veilig stellen. Volgende week opnieuw na-competitiewedstrijd. Of opnieuw na-competitie, de eerste na-competitiewedstrijd. Gaan we met Werner eventjes over praten. Maar eerst even Werner, gefeliciteerd. Ja, eigenlijk twee keer. A, voor de overwinning en de na-competitie in ieder geval. Om te werken naar het... Het behouden van de eerste klas. Maar ook, je bent geslaagd. Ja, klopt. Het is een goede dag. Dus mijn diploma die is binnen. En stiekem vind ik het nog heel veel mooier dat we vandaag op een hele overtuigende manier hebben gewonnen. Dus daar ben ik heel blij mee. Roland ten Berge was hier. Dat was je mentor? Ja, hij is mijn docent. Dus die heeft me een jaar lang lastig gevallen. En die moest mijn opdrachten steeds keuren. Nou ja, Roland en ik kennen elkaar al een tijdje. En voor mij is hij wel heel belangrijk in mijn persoonlijke ontwikkeling geweest. Maar ook in de ontwikkeling als trainer. En ik vond het wel heel erg mooi dat hij het examen ook mag afnemen. Hij was stiekem ook wel een beetje trots op wat we hier hebben laten zien vandaag. Ja, waren er toch nog kritische punten van hem? Ja, die zijn er altijd wel. Maar dat is ook goed. Dat is ook goed, ja. Dat zijn ook weer de leermomenten natuurlijk. Ja, daar haal ik voor mezelf heel veel uit. En dan gaan we morgenochtend weer mee aan de slag. Goed, laten we het dan over de wedstrijd hebben. De wedstrijd begon heel nerveus voor Nunspeet. Er stond spanning op, maar dat wisten we van tevoren. Maar die spanning was ook merkbaar. Ja, nee, dat klopt. Ik denk dat we aan de bal ineens wat slordiger weer waren dan wat we vorige week hebben laten zien. Aan de andere kant, die spanning die was ook zichtbaar bij de tegenstander. Het leidde niet tot gevaar. Aan de andere kant hadden we wel wat meer moeite in het begin om de ruimtes te vinden die we vorige week sneller vonden. Uiteindelijk zeg maar, geef je daarin niks weg. En ook een gelijkspel was voldoende voor het doel wat we hadden voor vandaag. Maar ik ben heel blij dat we daar wel zelf door ons eigen toedoen uit zijn gekomen. Dat kan ik me voorstellen, want HBOK trok gelijk in het begin van leren. De tweede minuut alleen al was het shampoo toen moest ingrijpen. Ja, dat klopt. Maar daar staat hij ook voor. We hebben een gekke keeperstrainer die daar heel hard zijn best voor doet om met Sjaan daaraan te werken. Die doet het hartstikke goed. Hij krijgt natuurlijk nog wel eens wat kritiek. Dus voor Sjaan mooi dat hij zich op deze manier kan onderscheiden. En die heeft dat goed gedaan. En dan de 34ste, de 39ste en de 41ste minuut. En is het eigenlijk gespeeld, hè? Zeker. Het was een belangrijke fase waarin we die gasten heel veel pijn hebben gedaan. Alleen als je kijkt zeg maar, waar wij staan als team, dan is een wedstrijd nooit gespeeld totdat die 90ste minuut is aangevangen. Nou, dan kan je langzaam gaan hebben over een gespeelde wedstrijd. In de rust hebben we er toch nog wel heel veel scherpte op proberen te houden. Ja, want wat was je doel? Wilde je gewoon meer doelpunten nog hebben? Nou, op het moment dat je die 4-0 maakt, dan weet je zeker dat het voor een tegenstander wel heel erg lastig gaat worden. En ik vind dat wij op dit moment heel solide aan het verdedigen zijn. En dan verwacht ik niet dat een tegenstander daar nog weer 5 goals maakt. Ja, prikken zij net naar rust 3-1. Ja, dan kan het ook zomaar spannend worden. Wat was nou het belangrijkste verschil met die wedstrijd vorige week tegen Montfort? Want daar had je eigenlijk ook al meer verdiend dan die 2-1 nederlaag. Ja, dat klopt. Nou, ik vind, in eerste instantie vind ik Montfort wel echt een sterkere ploeg dan HBOK. Dus dat vooropgesteld. Vorige week denk ik dat we net na rust dat we een moeilijke fase hadden. En dat zei uiteindelijk zeg maar die 1-1 was een cadeautje natuurlijk. Maar uiteindelijk vind ik ook dat wij vorige week gewoon 70-80% van de wedstrijd dominant waren. En dan verlies je. En ja, nu zeg maar, dan maak je de goals wel. En op de goede momenten. En dan maakt een foutje van de scheidsrechter of een keer een hele knappe actie van de tegenstander doet je dan zelf iets minder pijn. Dus ja, dat hebben we zelf verdiend vandaag. Bram van der Worp en het houtwerk. Ja, volgens mij... 4 keer hè, vandaag. Ja. Ja, volgens mij had hij niet een weddenschap lopen. Tenminste, voor zover ik weet was dat niet. Gaan we straks nog even over hebben. Maar ja, we hebben erg vaak op de lat geschoten vandaag. Ja, ja we weten nu in ieder geval Nunspeet na-competitie speelt. Als 11e gaat het de na-competitie in. Speelt volgende week een uitwedstrijd. Tegenstander is Zwaluwen 30. Ja, die komen uit Hoorn, toch? Ja. Nee, niet uit Hoorn. Ja, uit Hoorn. Maar niet uit Hoorn. Nee, we spelen in Hoorn, heb ik begrepen. We hebben al wat mensen aan het werk gezet om beelden uit te zoeken van Hoorn. Dus morgen gaan we starten met kijken van waar we die tegenstander pijn kunnen doen. En waar we zelf waakzaam op moeten zijn. Dus dat begint morgen weer.
Ja, 3 weken geleden ben je met deze groep aan de slag. 4 weken geleden ben je met de groep aan de slag gegaan. Je hebt toch iets bereikt, hè? Nou, waar ik trots op ben, is dat het weer over voetbal gaat. En welke ruimte zijn we aan het bespelen? Waar moeten we voor waken om in het verdedigen? En daar zijn ze allemaal mee bezig. En niet alleen de spelers, maar ook de staf. En je ziet dan ook dat het publiek en het gesprek van ons gaat weer over voetbal. Het gaat veel minder over randzaken. En ik denk dat dat de grootste winst is die we de afgelopen weken met elkaar hebben bereikt. Toch even kijkend nog naar die wedstrijd naar volgende week toe. Je mist Jona. Je mist Van der Gift, je mist Kekli Koglu, Rijen Roelofsen. Wel wat dragende spelers volgende week. Het zijn belangrijke jongens, absoluut. Aan de andere kant, dit team is ook gewend om hun verliezen te nemen. Ik hou er gewoon niet zo van om steeds te verschuilen achter allerlei excuses. Want die zijn er het hele jaar wel geweest. En je moet het doen met de mensen die je op dat moment tot je beschikking hebt. En ik denk dat ook vandaag weer de invallers hebben laten zien dat ze gewoon ook heel, heel prima die situatie in kunnen vullen. En vanuit een gericht plan proberen met de nieuwe jongens weer een goed resultaat te halen volgende week. Max Jansen heeft weer een aantal minuten gemaakt vanmiddag. Ook een paar junioren, A-junioren nog. Sven Steinhouwer onder andere, Rick Stokvis. Vormen toch wel belangrijke mensen voor je. Ja, absoluut. Ja, Max is belangrijk geweest dit jaar. Heel veel doelpunten betrokken geweest, dus dat is mooi. Eerder terug dan verwacht. Ook dat hij weer terug is, dat geeft de groep ook een boost. Het zegt ook wel wat dat je hem eigenlijk zo laat kan inbrengen. Hè? Dat zegt ook iets over hoe de rest dat heeft opgepakt. Dus ik kijk liever daarna. Aan de andere kant heb je Rick en Sven die invallen. Nou, Sven die vooral heel veel energie in de wedstrijd heeft gestopt. Nou ja, die jongen heeft alleen maar staan lachen vandaag. Dus dat is mooi dat is beloond. En Rick is wat mij betreft echt fantastisch ingevallen. En ook Rick is nog steeds 17 jaar. Dus dat is echt heel knap van de jongen. Wat dat betreft, dat zijn ook de jongens die stageplaats krijgen volgend seizoen? Rick wel. Sven die blijft nog bij onder de 19. Als die zo doorgaat in zijn ontwikkeling, dan komt dat wel goed met hem. Oké, volgende week vol goede moed dus naar Hoorn. Zeker, heel veel zin in, Fred. Oké, dankjewel. Nunspeet heeft het maximum eruit gehaald wat het eruit moest halen om in ieder geval nog de na-competitie in te gaan. En gaat dus volgende week beginnen met de eerste na-competitiewedstrijd tegen Zwaluwe 30 in Hoorn. Dankjewel, Werner Pluim.